We brengen u elke dag de heetste nieuwtjes van en over de Belgian Red Flames. Vandaag waren ze voor hun eerste training aanwezig in Reden met een delegatie van de Gent Ladies. Ja, bij ons staan een paar jeugdige meiden van de KA Gent Ladies. Hoe zijn jullie terechtgekomen hier in Reden? Wij zijn hier op stage in Zutphen van zaterdag tot zaterdag en zo zijn we hier terechtgekomen. Ja, en dit is dan een leuk extraatje, een training van de Red Flames? Ja, wij komen hier ons steun betuigen aan de meisjes, hopend dat ze ver gaan raken op het EK. We posten bij bondscoach Yves Cerneels naar de fysieke paraatheid van Lorca van de Putten. Zoals de medische staf, ze heeft een contact gehad en een beetje een blauwe plek in de knie die heel gevoelig is. Geen ernstige blessures, dus op zich is dat positief natuurlijk. We hebben tot zondag tijd om te evalueren en dat wordt toch nog even afwachten deze avond hoe ze de looptraining gaat doorkomen. En elke dag heeft het 's morgens een beter resultaat opgelopen, maar dat zal toch ook nog morgen vroeg bekijken zijn. Ook over Elke van Horp, Helene Jacques en Laura De Loze had de bondscoach een en ander te vertellen. Ik ben blij dat ze allemaal gisteren op het terrein hebben gestaan en alles kunnen meedoen hebben. En vandaag nog geen signalen gehoord van reactie, dus dat zit oké. We haalden op het persmoment in het hotel van de Red Flames Jana Corijn, Jana Daniels en Tessa Willard voor onze micro. Die laatste is ook de huis-DJ van de Red Flames. Welke dingen staan er allemaal op de setlist voor de komende matchen? Voor TK heb ik iets speciaals gedaan. Dus familie van mij, een schoonfamilie van mij is DJ. En die had gezegd van ja, laat alle favoriete nummers van de Flames, stuur ze door en ik ga er een mix van maken. En die was klaar voor de wedstrijd tegen Rusland, dus dat was eigenlijk perfect. En iedereen vindt hem ook tof, dus die zal zeker de kleedkamer rondgaan. Dus drie keer dezelfde mix, maar misschien ook dan drie keer hetzelfde resultaat? Ja, hopelijk. Hij duurt 1:20, dus we kunnen wel een stukje doorspoelen en er een beetje mee spelen. Maar, ja, drie keer hetzelfde resultaat, drie keer winnen, dat zou mooi zijn natuurlijk. We gingen ook al een kijkje nemen in het hotel van de Red Flames en meer bepaald in de keuken. Daarover brengen jullie morgen een lekkere reportage.